zijn hier bijeen in Jezus' naam om u te loven, o Heer. Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om u te loven, o Heer. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, de drie in één. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon. Goedemorgen, broeders en zusters. Het is voor mij heel erg goed om hier weer in tweede Exloermond te zijn. Het is echt voor mij al een hele tijd geleden. Coronatijd kwam en een tijdje daarvoor was ik er al niet. En nu zijn we al een heel eind in een coronatijd en nu ben ik eindelijk een keer weer bij jullie. En als ik zeg het is goed om jullie te zien, dan lieg ik, want ik zie jullie niet. Maar ik vind het wel fantastisch goed en ik vind het heel erg fijn om weer hier in het mooie tweede Exloermond te zijn. Fijn. Broeders en zusters, het is goed om deze ochtend met elkaar te belijden dat wij het ook deze ochtend niet verwachten van onszelf. Want laten we eerlijk zijn, als we het van onszelf verwachten, dan loopt het over het algemeen uit tot een niets. Maar wanneer wij het verwachten van de Heere, die de schepper is van de hemel en van de aarde, van u als u kijkt, van jou en van mij, en hij heeft ook beloofd dat hij nooit loslaat het werk wat hij met zijn handen begonnen is. En dan is het mooi dat we ook via deze manier, op deze weg, de groeten over mogen brengen dat er genade is voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Getrouw Vader in de hemel, wij komen zo tot u. Wij komen tot u op dit moment en in de eerste plaats kunnen we u danken voor alle mogelijkheden, voor alle inspanning die er geleverd wordt om op deze manier toch nog als gemeente samen te komen. Tegelijkertijd mag ons gebed uitgaan naar de nood in de wereld. De nood die er is door dat virus wat rondgaat. De nood die er is door extreme armoede. De nood die er is voor vluchtelingen die op de vlucht zijn gegaan voor een overheid. Omdat ze vervolgd worden, omdat ze in u geloven.
We bidden voor Libanon, waar een enorme ontploffing geweest is. Waar men nu gebukt gaat onder pijn, onder grote chaos. En vader, zo is het ook goed om te bidden voor de nood die er leeft binnen de gemeente. Om te bidden voor broeders en zusters, misschien wel oudere broeders en zusters die in de gemeente zijn en die nu zich wel eenzaam voelen. Ook nog het loopje naar de kerk is er nu even niet. Broeders en zusters die verlangen naar intimiteit, naar aanraking, naar visite. En die nu toch alleen maar zitten te wachten en door een raam naar buiten kijken. Vader, zo bidden wij voor ze, dat ze toch, ondanks de eenzaamheid, ondanks pijn, dat ze het oog mogen houden op u. Dat ze hun oog gericht mogen houden op wie u bent. En vader, wij kunnen niet anders dan een ieder, in wat voor omstandigheden ze ook zitten, voor uw troon brengen. En vader, zo leggen wij ook alles wat er deze ochtend gebeurt in deze dienst, leggen wij in uw hand. Wij geloven en hebben ook al beleden dat u de schepper bent van alles. De schepper van de hemel en van de aarde. En wij geloven dan ook dat u deze dienst gebruikt om uw naam groot te maken. Om uw eigen naam groot te maken. Om uw naam bekend te maken. Want alleen door uw naam is er redding voor de wereld. En vader, daarvoor zijn we geroepen om uw naam ook bekend te maken. Zodat mensen het eeuwige leven mogen vinden bij u. En vader, dan is het mooi dat juist op deze manier het evangelie uitgezonden wordt. En dat het zoveel plaatsen mag bereiken. Dat het zoveel harten mag bereiken. Dat is ook ons gebed. Vader, wilt u de boodschap deze ochtend zegenen? Wilt u de muziek zo zegenen? Wilt het puppetplein wat nog komen gaat, wilt u het zegenen? Dat het de opbouw is. En vader, we verlangen ernaar, we zien ernaar uit naar een tijd dat we elkaar weer mogen ontmoeten. En wij geloven ook dat die tijd komt. En Heer, wij vertrouwen op u. En wij vertrouwen op uw goedheid, op uw trouw. En u laat nooit los wat u begonnen bent. Amen. Zoon van God.
Met de vlam in de buik scheur ik door het Grunningsland. He he, eindelijk thuis, poepoe. Nou, dat heeft wel lang geduurd, zeg, boer Bernard. Was je nou zo lang op vakantie? Kon dat wel? Jazeker, want Tom heeft heel goed voor de boerderij gezorgd. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, had ik eigenlijk wel een beetje eerder thuis kunnen wezen. Oh ja? Maar waarom was je dan niet eerder thuis? Ja. Nou? Ja, hoe moet ik dat eens vertellen? Ik was gewoon de weg kwijt. Ja, ik was de weg kwijt. De weg kwijt? Ja. Heb je dan helemaal geen Tom of zo? Nee, dat is onzin. Ik kijk altijd op mijn telefoon. Ja, ja dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet het toch ook goed gaan? Ja, toch? Maar wat ging er dan fout? Ik had op een gegeven moment geen bereik meer. Nee, nada, nikkes, nul. Ha, had je geen bereik? Nee. Dat is wel een beetje dom, zeg. Oh, ja, ja, die boeren, weet je, ik, ja, nu en ja, lang verhaal. Ja, ja, en daarom duurde het dus ook wat langer. Ja. Had je ook geen kaart? Nee. Ik vertrouwde op mijn eigen telefoon. Maar ja, dat was een beetje dom in het noorden. Tja, ja, ja. Weet je, ik heb ook een kaart. Ook een soort reisgids, zeg maar. Oh ja? Welke heb jij dan? De Bijbel. De Bijbel? Ja. Dat is helemaal geen kaart. Nee. Nou, maar er staat toch echt in dat Jezus de weg is. En dat we hem moeten volgen om bij de Vader, bij zijn Vader, bij onze Vader, bij God te komen, zeg maar. Ja, dat is waar. Maar hebben we dat ook niet nodig, hè? Ja, natuurlijk hebben we dat nodig. Meer hebben we niet nodig. En, want als we Jezus, die de weg is, als we die volgen, dan komt het toch altijd goed? Ja, als je dat zo mooi zegt, Jo-Janneke, dan klopt dat eigenlijk wel, hè? Nou, ik ben lang genoeg weg geweest. Ik ga mijn land inspecteren. Dus ik start de trekker weer en ik ga broem broem. Bye bye. Doei. Oké, doei. We gaan deze ochtend met elkaar uit de Bijbel lezen. Vandaag gaan we lezen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 6. En ook als u thuis bent, is het goed dat u de Bijbel erbij pakt en hem openslaat. En dan nogmaals Johannes 14, vers 6, 14, vers 1 tot en met 6 opzoekt. Daar staat het volgende. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Maar Thomas die zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij die weg dan weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hele bekende versen. Een heel bekend schriftgedeelte. En wellicht als u kijkt, komt het u misschien bekend voor en misschien kent u het wel heel goed. Het is een schriftgedeelte wat we vaak op de zondagsschool al leren. Op de zondagsschool worden vaak een aantal van deze versen ons al ingeprent. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo'n tekst die je als kind bijgebracht wordt en die je waarschijnlijk voor het leven niet meer vergeet. Ook zijn deze teksten die zijn vaak over allerlei plaatsen te vinden. Zo zijn de armbandjes met Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo'n armbandje droeg ik zelf vroeger toen ik in de bouw werkte. Ik was een jaar of 16, 17, toen werkte ik in de bouw als metselaar. En dan liep ik over de steigers met zo'n bandje om.
En als collega's aan mij vroegen van, god, wat heb je toch om je arm? Dan zei ik, ja, dit is een Bijbeltekst. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan vertelde ik ze er vaak bij, ja, en wees er maar klaar voor, want ik geloof dat de Heer Jezus Christus snel terugkomt. Dat lezen wij ook in dit schriftgedeelte. De Heer komt snel terug, dus bereid je voor op zijn komst. Dat vertelde ik dan. En dat is eigenlijk nog steeds hoe ik erin sta. Ik geloof nog steeds dat de Heer Jezus spoedig terug kan komen. Elk moment kan hij weer terugkomen om zijn gemeente, om zijn kinderen thuis te halen. Maar als we dit schriftgedeelte goed gelezen hebben, vallen ons misschien twee dingen op. Het eerste in dit schriftgedeelte is dat de Heer Jezus zijn vertrek aankondigde. Hij vertelde aan zijn discipelen dat hij hen zou gaan verlaten. Dus hij ging weg. De tweede boodschap die in dit schriftgedeelte zit, is dat de Heer Jezus ook belooft, ja, ik ga wel weg, maar ik kom terug. Dus eigenlijk twee boodschappen, twee hele belangrijke, cruciale boodschappen lezen wij in deze tekst. Ondanks alles, ondanks dat dit misschien wel raar aankwam voor de discipelen, zit er in deze tekst, eigenlijk in het hele hoofdstuk, is het een en al troost. Hij verkondigt zijn vertrek aan, maar hij troost ook zijn discipelen. Niet alleen zijn discipelen, hij troost ook u, jou en ook mij. Want als je christen bent en je kijkt en je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan zul je wellicht weten dat wij ook in de gemeente er vaak over hebben en dan beleiden wij vaak dat we het verwachten dat de Heer terugkomt, zoals ik net al begon. En dat de Heer Jezus terugkomt, dat is een wetenschap die heel veel troost en heel veel zekerheid kan bieden. Wow, hij komt terug en dan straks als we bij hem zijn, is alles nieuw. Dat is prachtig. Maar de andere keerzijde van deze wetenschap, van deze zekerheid is, we moeten natuurlijk niet in onze stoel gaan zitten met de armen over elkaar en maar gaan zitten wachten van ja, hij zal vanzelf wel een keertje komen. We moeten niet passief zijn, we moeten actief een relatie onderhouden met hem en niet in een luie stoel gaan zitten wachten op zijn komst. Het hele hoofdstuk 14, wat ik al zei, biedt ons troost. Johannes 14 wordt ook wel het troosthoofdstuk in de Bijbel genoemd. Het troosthoofdstuk. De troosthoofdstuk waar de Heer Jezus zijn terugkomst, zijn wederkomst aan ons doorgeeft. Maar ook het hoofdstuk waarin hij een belofte doet dat hij zegt, niet alleen ik kom terug, maar als ik weg ben gegaan, zal ik jullie nog iets anders zenden. Hij zal ons de trooster zenden, de Heilige Geest. Ik ga wel weg, maar ik geef jullie er iets voor terug. Wat een troost. En dan is het ook goed dat wij met elkaar, als u meekijkt, dat we eens gaan kijken wat de schrift letterlijk tot ons, tot u, tot jou wil zeggen. Want als wij die teksten uit ons hoofd kennen, is goed. Het is belangrijk dat we vanaf kleins af aan al Bijbelteksten kennen, maar het is ook heel goed om ons te realiseren waar en wanneer en hoe dingen in elkaar zitten. Het is belangrijk om te weten dat hoofdstuk 14 eigenlijk de laatste preek, de laatste speech van de Heer Jezus is aan zijn discipelen. En de plek waar zijn preek plaatsvond was in de bovenkamer. Judas die was al weg, Judas was al vertrokken. Een van zijn leerlingen was al op pad, had al het voornemen om de Heer Jezus te gaan verraden. Dan lezen wij Johannes 13, vers 27. En dan is het die laatste toespraak. En dan laat uw hart niet in beroering raken, lezen wij in vers 1. En eigenlijk staat daar iets anders. Er staat ook niet, laat uw hart niet ongerust worden. Dat zijn bij sommige vertalingen er neergezet, maar er staat iets anders. Er staat namelijk, laat uw harten niet in de war brengen. De discipelen, die waren helemaal van het padje. Ze waren helemaal verbijsterd. En dan is het de Heer die zegt, laat jullie hart niet in de war raken. Blijf kalm. Die discipelen die waren logisch perplex. Die discipelen die waren natuurlijk na die preek van de Heer Jezus vervuld met gemengde emoties. Die discipelen die wisten even niet meer hoe ze het hadden. Voor hen leek hun hele toekomst, alles wat ze in het vooruitzicht hadden, leek eventjes onder hun voeten weg te vallen. Hun verlangens waren volledig onderrafeld. De Heer Jezus heeft een boodschap. Zijn laatste speech is totaal anders dan hoe ze het verwacht hadden.
Ze waren ervan overtuigd dat de Heer Jezus Christus de Messias was. De Messias, hun redder, hun verlosser. Dat geloofden ze. Ondanks dat die discipelen vaak op hun neus gingen. Ondanks dat die discipelen vaak faalden. Dat ze fouten maakten, geloofden ze steenvast. Jezus is de Messias. Een tijdje voor het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, Matteüs 21, daar werd het zelfs geroepen: Hosanna, Hosanna. Heere, red ons toch, betekent dat letterlijk. Hij werd als een koning omarmd. Jezus, de redder. Dat was het beeld wat de discipelen hadden van hun meester. En op het moment dat hun op het hoogtepunt zijn, dat ze het geloof zo groot hebben dat de Heer Jezus hun redder is, dan komt de Heer met een boodschap dat hij hun gaat verlaten. Totaal in de war. Totaal van het padje. Wat nu dan toch? De Heer Jezus zei in Johannes 12, vers 24, zei hij ook het volgende: tenzij een tarwekorrel in de grond valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het sterft, brengt het veel vrucht voort. De Heer Jezus duidde hier op zichzelf. Als een graankorrel in de grond valt en het sterft, daar gaat het om. Het sterft, maar daarna brengt het veel vrucht voort. Wanneer de Heer Jezus teruggaat naar zijn Vader en de Heilige Geest zijn, dan kan het pas rijk worden. Dan wordt het pas vervuld. Hij moest terug om plaats voor hen te bereiken. En wat logisch was, was natuurlijk dat die discipelen vervuld waren met verdriet. En de gedachte dat de Heer Jezus hen ging verlaten was ondraaglijk. Ze wisten zich geen raad. U merkt het waarschijnlijk dat ik volledig in de huid van die discipelen probeer te kruipen. Ik probeer het gevoel van die discipelen in kaart te brengen, hoe ze zich gevoeld moeten hebben toen de Heer Jezus hun vertelde dat hij wegging. Want laten we eerlijk zijn, die discipelen die hadden echt werkelijk alles verlaten. Ze hadden er alles voor over gehad om de Heer Jezus te volgen. Die discipelen die hadden hun baan opgezegd. Ze hadden hun leven volledig gegeven om in dienst te staan voor Jezus. Hun vaste inkomen, al hun zekerheden hebben ze losgelaten om de meester te volgen. En dan nu zegt de Heer Jezus: ja, ik ga naar de Vader om een plaats voor jullie te bereiden. Dat schuurt, dat is pijnlijk. En nu? En ik weet niet of u het kent. Het kan maar zo zijn als u kijkt dat u misschien wel die ondraaglijke pijn kent als je iemand moet loslaten waarvan je veel houdt. Misschien hebt u wel iemand los moeten laten die u heel erg lief was. Misschien wel uw man, uw vrouw. Of misschien wel een kind. Of een dierbare vriend. Misschien hebt u wel mensen los moeten laten die stierven aan de dood. Of misschien hebt u wel mensen los moeten laten die hier in Nederland hun zekerheid opgaven en verhuisden naar een ander land, omdat ze daar een betere toekomst hadden. In 2018 ben ik zelf naar Indonesië geweest. Ik ben zelf naar Indonesië geweest en ik heb daar een zendingsproject bezocht. En ik weet nog heel goed dat ik op Schiphol was, op het vliegveld stond, en dat ik op een bepaald moment de poortjes doorging en mijn gezin voor mijn gevoel los moest laten. Linda en mijn twee jongens toen nog, die stonden daar helemaal in tranen. Dat was het moment dat ik brak. Dit kan ik helemaal niet. Misschien is het niet helemaal reëel, maar misschien was dit wel een beetje het gevoel van die discipelen, hoe ze in het leven stonden toen ze de Heer Jezus los moesten laten. Maar dan is het de Heer Jezus. Dan is het de Heer Jezus die met zijn discipelen meebeweegt. De Heer Jezus is het die meebeweegt en die hun troost op troost geeft. De Heer is de trooster. En ondanks alles wat er gebeurt, ondanks alle dwaasheid en verre dwaasheid van de discipelen, is het de Heere Jezus zelf die heel en rustig blijft. Maarten Luther, een oude kerkvader, zei het volgende: de beste en de meest geruststellende preek die Christus predikte terwijl hij op aarde was. En dat gaat over Johannes 14. Dat was een juweel, een schat, die niet te koop is met goederen van de wereld. De beste en de meest geruststellende preek. Klinkt dwaas. Een preek waarin de Heer Jezus vertelt dat hij de wereld verlaat, schrijft Maarten Luther, het was de meest geruststellende preek. En ik denk dat hij gelijk heeft. Want ondanks dat hij aankondigde dat hij wegging, vertelde hij ook: ik maak een plaats voor jullie gereed. Ik maak een plaats voor jullie gereed. Een hoop, een troost, een zekerheid. En dan is het goed om te weten dat ondanks dat de Heer weggaat, dat hij voor zijn discipelen, voor zijn leerlingen blijft en wil zorgen.
De Heer Jezus die kende het hart van zijn discipelen. Hij kende het hart van zijn volgelingen. Hij had ze lief. Hij kende het hart als ware als een reclamebord. U weet wel zo'n bord bij de supermarkt waar de aanbieding op staat. Als we daar aankomen dan zien we gelijk wat er deze week te koop is. De Heer Jezus wist op zo'n manier precies wat er in het hart van die discipelen leefde. De Heer Jezus wist dat hun hart verscheurd was. De Heer Jezus kende hun pijn. Hij wist hun verdriet. Hij voelde met hen mee. Hij voelde letterlijk alles met hen mee. En dat is niet alleen met hun. Ook de pijn in uw leven als u kijkt. De pijn in uw leven wat u voelt. Voelt de Heer met u mee. Hij leeft met u mee. Hij kent u door en door. Dat reclamebord van uw leven kent de Heer. Hij weet alles van u. Waarom? Omdat hij u, omdat hij jou zelf gemaakt heeft. Voor de Heer is het hart nooit te vol. Het hart is nooit te vol van, oh, dit probleem kan ik er niet bij hebben. Elk probleem waar je mee worstelt in je leven, mag je bij de Heer Jezus brengen. Daar staat ook al het Oude Testament, dat hij alles kent. Daar staat namelijk, in al hun ellende werd hij gekweld. Jesaja 63 vers 9. En hij zei ook dat Christus gezalfd was om de gebrokenen van hart te binden. De Heer is gezalfd voor de gebrokenen van hart. Er wordt al over hem geprofeteerd over wie hij is. Hij voelt werkelijk alles met ons mee. De Heer Jezus was de enige man die ooit geleefd heeft om oprecht met de pijn mee te voelen die een ander heeft. Niemand anders kan met pijn meevoelen, maar de Heer Jezus is in staat om met de diepste pijn in het leven mee te voelen. De Heer Jezus was dezelfde gekwelde herder. Hij werd door veel mensen uitgespoegd en hij stond lijnrecht tegenover het kruis. Maar daar zijn we bijna beland. De Heer was op weg, was op reis om aan het kruis genageld te worden. Maar hij troostte de schapen. Hij troostte zijn discipelen. Hij was er voor zijn broeders. Als we Johannes 14 vers 1 tot en met 6 bestuderen, zullen we zien dat deze versen echt alleen maar troost en rust en vrede uitstralen. Maar dat niet alleen, ook deze versen in Johannes 14 laten Jezus Christus zien in wie hij werkelijk is. We zien het unieke van Jezus in deze versen. Maar wat ik al zei, de Heer Jezus is op weg naar de kruisiging. Hij is op weg om de aarde los te laten, om zijn geliefde leerlingen los te laten. En dan is zijn dood in het vooruitzicht. En dan is de Heere Jezus in zijn staat om zijn oog gericht te houden op zijn naaste. En laten we eerlijk zijn, elke andere man waarvan het doodvonnis bekend was, dat er aankomt. Elke andere man was niet in staat geweest om nog oog te hebben voor zijn omgeving. Om nog oog te hebben voor zijn naaste. Maar de Heere Jezus heeft het wel. Ondanks dat hij vervolgd zal worden, ondanks dat hij alle zonden van de wereld aan het kruis moest dragen, was het de Heere die overeind bleef. Was het de Heere die in al zijn volmaakte liefde er was. En Jezus kon het. Alleen Jezus was in staat om zijn naaste lief te hebben op een goddelijke manier. Op God zijn manier. Jezus kon het. En als we dit zo zien en als we dit zo horen, is het natuurlijk de vraag aan u. Als u zo hoort hoe intens de Heer met zijn discipelen meeleefde. Als we het horen hoe intens het hart van die discipelen verscheurd is. Want daar hebben we erg op ingezoomd. Als we kijken naar de manier hoe Jezus omging met de situatie. Hoe komt dit dan bij u binnen? Het is toch bijzonder dat de meester, de rabbi, niet opgeslokt wordt door alle ellende. Door alle ellende die die wereld toen de tijd al met zich meebracht. Dat de mensen die de Heer Jezus uitkotsten, de haat richting hem, dat niet hetgeen was wat hem beheerste. Maar dat de Heer Jezus in al zijn volmaaktheid ombleef zien naar zijn kinderen. En het was niet alleen voor toen. Het was niet alleen voor de discipelen dat de Heer Jezus naar zijn discipelen bleef omzien. Ook de Heer Jezus blijft vandaag de dag, blijft hij naar u, naar jou omzien. De Heer Jezus zegt ook
in Johannes 13, vers 1, hij hield van hen tot het einde. De Heer Jezus hield van zijn discipelen. En dat is een prachtige wetenschap, een zekerheid, een liefde die geen mens kan bevatten. Maar hij hield, hij heeft liefde voor zijn discipelen. En als we die versen 1 tot en met 6 op ons door laten dringen, zullen we merken dat het een soort van fundament is wat daar gelegd wordt. Een fundament van troost. Van troost, van diepe, diepe troost. Deze versen willen ons geruststellen. Het kan maar zo zijn dat je in je leven onrustig bent. Dat je geen rust kunt vinden, dat je daarmee worstelt. Het zal zomaar kunnen zijn dat deze versen wel rust mogen geven. En dat is mijn gebed voor u. Dat u rust vindt in wat hier staat. Want echt oprecht uit mijn hart, de basis voor troost, de basis voor vrede in uw hart, kunt u vinden wanneer u met heel uw hart vertrouwt op wie de Heer Jezus Christus is. Tuurlijk kan het zo zijn dat u in uw leven ontevreden bent. Tuurlijk kan het zo zijn dat er in uw leven zorgen zijn. Tuurlijk kan het zo zijn dat er in uw leven diepe pijn is. En toch wil ik u oproepen, vertrouw op Christus. Hou uw ogen op hem gericht, want hij wil u rust geven. Hij wil u de wegen bekendmaken die u moet wandelen. Hij zei het, hè? Ik ben de weg. De weg maakt hij u bekend. Misschien niet gelijk heel groot, maar elke dag een klein stukje. Blijf op Christus zien. Dat die discipelen vervuld waren met angst. Dat die discipelen vervuld waren met bezorgdheid, met totaal de weg kwijt misschien. Had met één ding te maken. Die discipelen die waren niet gefocust op wie de Heer Jezus was, op dat moment. De discipelen waren niet gefocust op Jezus Christus, de Messias, de Redder. Nee, de discipelen die waren gefocust op alle problemen die er waren. Oh, de rabbi gaat weg. Ze hoorden niet eens dat hij zei dat hij terugkwam. Tenminste, dat denk ik, dat staat er niet. Maar ze waren gefocust op alles wat er ging gebeuren, op alle problemen. En dat zal zomaar in uw leven ook zo kunnen zijn. Dat u nu kijkt en dat u gefocust bent op van alles wat er om u heen gebeurt. En als u het journaal aanklikt, dat u kijkt en dan het eerste wat u hoort is corona. Dan hebben we een vreselijke ramp in Libanon. Dan hebben we oorlogen in Israël en alles wat daar gebeurt. Grote hongersnoden, epidemieën, plagen. En misschien is dat wel hetgeen wat uw leven beheerst. Maar de Heer Jezus Christus vraagt één ding. Zie op mij. Focus je nu niet op alle randzaken, maar focus je op mij. Op mijn liefde. Op wie ik ben. En dat is wat de Heer van ons vraagt. De discipelen moesten het ook. Ze moesten op hem vertrouwen. Tot slot. Dit klinkt misschien heel makkelijk. En de eerste 6 versen die vind ik zelf prachtig. Het is een tekst die diep in mijn hart gegrift is. Maar het mooie hiervan is, ondanks dat wij niet samenkomen, nog niet, over 2 weken gelukkig wel weer, als alles mee zit. Maar nu nog niet. Ondanks dat mogen wij weten dat we verbonden zijn in die machtige Heilige Geest. God heeft zijn geest gegeven, lezen wij in vers 13. Dan staat het volgende, maar wanneer die komt, en dan gaat het over de Heilige Geest, de Geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen. Heel de waarheid. Want hij zal u niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben. Hij zal spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De Heilige Geest is ons gegeven. Waarom? Om ons de weg te wijzen. Wat prachtig toch? De Heer Jezus gaat naar de Vader. Hij belooft terug te komen, maar hij heeft ook gezegd, ik geef jullie de Heilige Geest. Waarom? Om jullie de weg te wijzen. Dus als u inderdaad met die zorg zit, als u met die pijn in uw leven zit, als u worstelt, dan mag u zich gedragen voelen. Waarom? Omdat de Heilige Geest in u woont. De bediening van de Heilige Geest moet ons er telkens aan herinneren dat de Heer Jezus Christus werkelijk aanwezig is. De Heilige Geest woont in ons en die openbaart ons de Heer Jezus Christus. Hij is de garantie dat de Heer Jezus Christus werkelijk bestaat. En als u kijkt en u weet het niet zeker, geloof het maar. De Heer Jezus Christus bestaat. En hij komt spoedig terug. Daar begon ik mee. Dat verkondigde ik op de bouw al. De Heer Jezus komt terug. Ik ben ermee opgevoed. Maranatha. Jezus komt spoedig.
Een diep verlangen om bij de Vader te zijn. En mijn gebed vandaag voor u is ook dat u die weg kent. Dat u de weg naar de Vader kent. Dat de Heilige Geest in u woont. Dat de Heilige Geest u de wegen mag wijzen. Waar u heen moet gaan. En dat u de Heer Jezus kent op het moment dat uw leven ten einde loopt. Dat u mag weten, ja, ik ben een kind van God. Of op die grote dag dat de Heer Jezus terugkomt in al zijn heerlijkheid. Dat je mag zeggen, ja, ik ben erbij. Amen. Zullen we danken? Ja, getrouwe Vader in de hemel, wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor uw trouwheid en uw goedheid en wij danken u voor het schriftgedeelte wat we hebben mogen lezen. Misschien een heel bekend gedeelte.
Een heel bekend gedeelte wat in de schrift opgetekend staat, wat we met elkaar hebben mogen overdenken. Heere, het gedeelte waarin u aankondigt de wereld te verlaten om naar de Vader te gaan, om zo een plaats voor ons te bereiden. En tegelijkertijd hebben we gelezen over de belofte dat u ook terugkomt. En Vader, het gebed van vandaag is ook dat een ieder die dit ziet, dat hij geraakt mag zijn. Zowel een christen, en als je kijkt en je bent nog op zoek, dat je mag weten, dat je mag uitstrekken naar de hemelse Vader. Dat je je knieën mag buigen en mag zeggen, Heer, ik wil dat u mij de weg wijst. Hier ben ik. En als je dat zegt en God in je leven toelaat en ook beleidt dat je het alleen niet kunt, en dan mag je weten dat je een kind van God bent. Bijzonder. De weg. Heer, u bent de weg. En Vader, als we deze ochtend hebben gekeken en we hebben geproefd, we hebben ervaren hoe die discipelen geworsteld hebben in hun leven. We zijn een stukje meegegaan met de worsteling, dat we ons misschien wel kunnen identificeren met hun. O Heer, wij worstelen zelf ook zo vaak, tenminste ik wel. En Vader, wat is het dan een troost, wat is het dan een rust? En wat is het soms vreselijk moeilijk, maar wat is het goed om te weten dat we ons hart telkens bij u uit mogen storten. En Vader, wat is het dan goed dat voordat wij ook al enigszins iets tegen u gezegd hebben, dat u ons hart kent als een groot reclamebord. U kent ons door en door. De psalmen zeggen het ook zo mooi. Heer, u hebt mij geschapen, u hebt mijn nieren zelfs gevormd. Heer, u kent alles van mij, zelfs al mijn haren op mijn hoofd zijn geteld. En Vader, in die wetenschap dat u alles van ons weet, mogen we dan leven. En laat dan ook het verlangen zijn als u kijkt om die boodschap van hoop, om die zekerheid, om die verkondiging van dat de Heer Jezus aanstaande is. En dat het nu nog genadetijd is, dat we ook hier in de omgeving, tweede mond, valt de mond, waar u ook woont, dat we die boodschap gaan verkondigen. De Heer komt spoedig terug, het is nog tijd, geef je hart. Dat we er samen gesterkt mogen voelen om erop uit te gaan. Ieder op zijn manier, maar wetende dat u de weg door uw Heilige Geest gaat wijzen. Dat hebt u beloofd. U hebt beloofd dat de Heilige Geest ons de wegen duidelijk maakt. En in die wetenschap mogen wij leven. En Vader, in die overtuiging sluit ik ook dit gebed af. Vader, wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor uw Geest, voor uw Zoon. En dat u onze Vader wil zijn. Abba, Vader, u alleen. U bent de God van trouw en u verandert nooit. Amen. Ook vanaf deze plaats mag ik u de zegen meegeven. En de zegen doe ik uit nummer 6. Daar staat het volgende. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht en geeft u zijn vrede. Ja, niet alleen zijn vrede, het is zijn shalom, zijn goddelijke vrede. Amen. U ziet zo nog een filmpje. Een kort filmpje over die grote ramp, waar we ook al voor gebeden hebben, die grote ramp in Libanon. En u ziet een filmpje en als u het filmpje gezien heeft, dan kunt u een code in beeld zien, waarin die je kunt scannen en waarna u een collecte kunt doneren. Het is belangrijk om ook zo op die manier naast onze naasten te staan. Ook onze verre naasten, om ze op die manier te ondersteunen. U ziet het filmpje en geef met een goed bedoeld hart. Ieder bolwerk valt neer. Laat boven mij.
boven alle namen. Naam 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 boven alle namen. Until yesterday, we thought we've been through it all. Since September, forest fires, a financial crisis, bankruptcies, unemployment, refugee crisis, revolution in Lebanon, COVID-19. But again, over all this yesterday, we were surprised with explosion, 2,700 tons of ammonium nitrate. More than 100 are dead, many are lost, thousands and thousands of injured people who don't have place to go to the hospital. However, I feel now we are on a ship, caught by a storm. I don't know how, I don't know when, but I trust that the Lord will lead us to land on a safe shore, on an island. Meanwhile, during this difficult trip, we are burdened and we promised Him to take care of the people who are with us on this ship. Our eyes are on Him. Our hands are on the plow. Our people and the team is doing great and creative jobs. Since October, they are doing ministries as they are called to do every day. This videotape is to encourage us. While you see it, thank the Lord for what He wants us to do. Keep us in your prayers and much appreciation for your continued support. God bless you. We're currently at Beirut Baptist School, which is around 3.5 miles away from
from the blast, and we're here with the management team assessing the damages. It was already a difficult year for BBS. We're shocked with what happened yesterday, but today we woke up with a new hope, a hope that we will soar like eagles and we will hold with our faith and with our mission. We thank the Lord for our teachers, our staff, and our families. Even with the damages around us, it's still a unique setting. This is a lighthouse and will remain a lighthouse because the keeper of the lighthouse is our shepherd, the Lord Jesus Christ, and he will guide us through this darkest time. We believe this with all our hearts. This is a very sad day in Beirut. It's a very dark day. This is why it's very important for us to shine the light of Christ again in the middle of this mess. The guest house behind me is empty right now. We were using it to house first responders, and now it's empty. So what we want to do is we want to use every empty room to house people who have lost their homes in the explosion yesterday. We're thankful that our students were able to go back home safely. Now we have more space at ABTS, and this is how we want to shine the light of Christ in the middle of this. As Mirath, we're working to respond to this catastrophe, working with our local church partners to respond through providing food, providing hygiene supplies, providing water and shelter for families that are just devastated by this disaster, helping them to show God's love to the entire community in being able to reach out to those in need at this time. تقريبا مشي 12 شخص قاعدين هون شي مثل الحرم كان في عنا ميتينز ناس عم بتصلي ناس كانوا قاعدين عندها اجتماع عم تحكي قصة حياتها ليساعدوها وقبل بعشر دقايق هيدا المكان اللي شايفه هون فضي نهائيا فترة خمس دقايق قبل ما نسكر انشغلنا بشي فسمعنا هزة كتير كبيرة وطلع وصار اللي صار مثل ما شفته خسارة كبيرة يمكن احنا زعلانين على الخسارة المادية نشكر ربنا انه ما حدا صار له شيء صلينا الناس عم بتدق لنا اخر صامي الناس عم بتدق الزبونات اليوم من الصبح عم بيدقوا لي حابين يجوا يساعدونا انه كيف يشيلوا الازاز معنا يرتبوا يعني نشكر الله حمايته لانه